moeten eigenlijk beginnen. Waarom? Omdat we publiek hebben. We hebben publiek, kijk maar. Oh ja. Ik zie het. Nou, laten we maar gaan beginnen. Ik heb helemaal geen zin om te beginnen. Maar het zal toch wel moeten, want ze verwachten wat. Ze verwachten wat. Dat vind ik geen reden om op te staan. Je moet je gedrag niet laten bepalen door anderen. Ja, maar ze hebben betaald. Als het nu eenmaal een theater werd, dat je dan ook een interessante voorstelling geeft. Ja, sorry. Mag ik u wat vragen? U zit op de eerste rij, wat heeft u betaald? 15 euro. Nou, dan mag je wel wat verwachten, dus kom op. Laat mij nou maar heel eventjes slapen. Dan wordt het vanzelf wel interessant. We hebben de tijd. Nee, vooruit. Schiet op. Kom op. Nou, ik heb nog helemaal geen zin. En mijn bedje ligt op dit moment nog zo lekker. 5 minuutjes nog. Doe nou niet zo kinderachtig. Kom op. Kom op. Maak je niet zo druk. Wat? Kijk, maak je altijd zo druk om niks. Oh. Nou heb ik het gedaan. Hè? Jij verstoort de voorstelling. En dan heb ik het gedaan. Ik verstoor de voorstelling? Ja. Ik doe helemaal niks. En dat komt heel goed over. Ik denk dat mensen meer in mij geïnteresseerd zijn dan in jou. Ik wind me niet zo op. En daar is in deze tijd behoefte aan. Ik wind me ook helemaal niet op. Je wind je wel op. Dat doe je altijd. Gisteren nog, in het restaurant. Het Braakhuis. Nou, sorry, maar dan moet je toch al niet goed bij je hoofd zijn om je restaurant Braakhuis te noemen. Als die man nou zo heet, die eigenaar, daar kan hij toch niks aan doen? Nou, ik vond in ieder geval een belachelijke bediening en verschrikkelijk eten. Je hebt toch wel vaker een belachelijke ober en verschrikkelijk eten? Ga je nog niet schreeuwen? Nou, maar ik schreeuwde niet. Het was gillen. En de rekening niet willen betalen en het hele restaurant erbij betrekken. God, het was zo gênant allemaal. Lieverd, ik accepteer dat nou eenmaal niet. Kijk, ik laat niet over me lopen, dat mag toch? Je stond echt volkomen voor gek. En het erge is dat je dat niet eens besefte. Nou, oké. Dan heb ik het gedaan. Ik ben een lul, ik ben hysterisch. Ik heb vandaag geen zin in ruzie. Ja, maar dit is toch geen ruzie? Nee, maar het kan ruzie worden. Ja, alles kan ruzie worden. Gewoon zin in rust en harmonie. Wil je wat drinken? Het gaat erom dat je jezelf niet zo snel moet opwinden. Ik vraag of je wat wilt drinken. Kijk, wat ben je toch snel gepikeerd? Helemaal niet, man. Ik vraag gewoon of je wat wilt drinken. Dan kun je toch gewoon antwoord op geven. Doe nou niet zo moeilijk. Ja, maar daarvoor was je al gepikeerd. Arjan, zullen we nou alsjeblieft normaal doen tegen elkaar, hè? Anders denken de mensen hier dat homo's altijd zo kinderachtig met elkaar omgaan. He? Dat ze de hele dag lopen te kibbelen. Dat wij kibbelnichten zijn. Michiel en Arjan zijn kibbelnichten. Dan maak je je weer druk om wat anderen van je denken. Nou, dat lijkt me nogal logisch. Ze zitten nu met hun neus bovenop. Ach, de afstand maakt helemaal niks uit. Al zitten ze op een kilometer afstand, al zitten ze in Duitsland. Mm. Wat anderen van je denken, dat is niet interessant. Mm. Daar moet je niet mee bezig zijn. Nee, behalve gisteren dan blijkbaar. He? Dan mag ik me van jou niet zo opwinden, omdat anderen me dan belachelijk zouden vinden. Het is mij ook echt het ene uiterste of het andere, Giel. Ja, schat. Ik hang nu eenmaal van uitersten aan elkaar. He? Misschien hou je daarom ook wel van me. Lekker extreem. Wat wil je drinken? Nou, ik heb wel trek in champagne. Doe maar. Ja, maar dat ga ik niet inschenken waar zij bij zijn. Ga toch eens op over die mensen. Ze vinden het helemaal niet leuk als je ze steeds bij betrekt.
Ja, maar we staan op het toneel. Ik lig. Je ligt in bed op het toneel en ze verwachten wat. Ja. Ja, en als je dat nou vaak genoeg zegt, dan gebeurt het nog ook. Dit is onze slaapkamer. Hé, dit is ons privé. Dan moet je je veilig voelen. Hm. Maar je ziet toch mensen? Ja, als je ze wilt zien, dan zie je ze, ja. Maar als je ze niet wil zien, dan zie je ze niet. Het heeft met je instelling te maken. Ik heb geen zin om wie dan ook te zien, dus ik zie ze ook niet. Ik wil gewoon privé met jou zijn. En dat ben ik dan ook. En jij hoeft niet net zo te zijn als ik. Maar een beetje meer zelfvertrouwen mag wel. Dus nou heb ik weer geen zelfvertrouwen. Ik ben een lul, ik ben hysterisch, ik heb geen zelfvertrouwen. Anders nog. Je durft niet voor je eigen wereld te kiezen. Je blijft je omgeving zien. Zelfs in je eigen slaapkamer. Zelfs in dit privédomein denk je... Zullen ze wel niet van me denken? En laat je beïnvloeden door de mening van een ander. Dit is niet privé. Dit is theater. We staan in het theater. Ja, je hebt het zelf ook theater. Eigenlijk is dit theater in theater. En in dat theater hebben we onze eigen vertrouwde slaapkamer. En dat is de waarheid. En als je je hier al niet op je gemak voelt, dan is het beroerd met je gesteld. Dus jij steekt je kop in het zand? Hè? Je ontkent gewoon de werkelijkheid. Ik ben niet het probleem. Jij bent het probleem. Wat is nou het probleem? Je leeft in een droomwereld, man. Dat is in deze tijd gevaarlijk. Dat is het probleem. Nou, en wat is er mis met een droomwereld? Leeft er maar meer mensen in een droomwereld? Een verbeelding aan de macht. Maar de wereld zou er een heel stuk mooier uitzien. Weet je, je bent altijd zo bang voor afwijkend gedrag. Nou, dat ik hier zit is al behoorlijk afwijkend. Kom maar weer liggen. Nou, Arjanet heeft inderdaad weinig zin om zo met elkaar door te gaan. Weet je, dan ga ik toch inderdaad weer liggen? Dan spelen we toch geen voorstelling? Auw. Je gaat toch niet slapen waar andere mensen bij zijn? Nou zie je ze ook, hè? Je ogen gaan open. Je moet ze wel in de gaten hebben, hè? Maar je moet je er niks van aantrekken. Kijk nou. Ze hebben het enorm naar hun zin. Hè? Ze voelen dat het allemaal echt is wat hier gebeurt. En in deze wereld, die van bedrog aan elkaar hangt, is het gewoon een lichtpuntje. Een lichtpuntje? Wij zijn een lichtpuntje. Nou, dat is de droom van elke nicht, hè? Een lichtpuntje zijn in een duistere wereld. Dan kan ik toch ook net zo goed gaan slapen? Een lichtpuntje dat gaat slapen. Heel echt. Ja. Nou, misschien moet je dat ook gewoon maar gaan doen dan. Alleen snurk je nogal. En schaam je daar dan later voor? Sommige mensen nemen dat dan met een mobieltje op. En hoor je dat in RTL Boulevard. Doe ik echt zo? Ja, Giel, dat doe je echt. Het is net alsof ik in een soort Big Brother zit. Nou, dit gaat wel verder. Dit is intiemer. Wij zijn veel intiemer. En dit gaat over liefde, harmonie en Big Brother gaat alleen om winst maken over ruggen van anderen. Nou, dat valt ook wel mee. Nee, is niet erg, maar wel een feit. Hey, dus deze avond gaat over de liefde. Ja. Deze avond gaat over de liefde. Over de liefde tussen twee doorsnee homo's. Wij dus. En dan gaat het dus weer niet over de specifieke homoliefde, maar over liefde in het algemeen. Ja, dus eigenlijk hoef je dat woord homo niet eens te noemen. Oh.
Het gaat niet over specifieke homoliefde. Wat is specifieke homoliefde? Als iemand dat weet, dan ben jij het wel. Ja. Wat is specifieke homoliefde? Weet ik eigenlijk ook niet. Ja, het begint er zelf over. Ja, misschien bestaat het ook wel niet. Maar mensen denken dat homoseksueel onverzadigbaar zijn en er maar op losneuken. Ja, maar dat is toch ook zo? Nee. Niet waar. Niet allemaal. Ja, laat maar. Maar jij vindt mij dus een prototype onverzadigbare nicht. Nee, nu niet. Maar in het verleden misschien wel. Nee, je bent nu behoorlijk verzadigbaar. En deze avond gaat over liefde, harmonie en dat loopt nog goed af ook. Hoe weet je dat? Hoe het afloopt? Ja? Nou, we spelen toch elke avond hetzelfde? Hoe loopt het dan af? Ja, dat zeg ik niet. En wat verklap ik het? Maar jij weet toch ook hoe het afloopt? Nou ja, ik ben van mening dat ik invloed kan hebben op deze avond. Het hoeft niet elke avond hetzelfde af te lopen. Ik weet ook dat het elke avond hetzelfde afloopt. Je moet het niet ingewikkelder maken dan het al is, Giel. Hey, we hebben hier een volwassen publiek. Dat heeft al vaker toneel gezien. Dus die weten ook wel dat het in principe elke avond hetzelfde afloopt. Hm. Nou ja, goed. Ik heb er een andere mening over. Wees blij dat het goed afloopt. Hoezo? Heel veel films en toneelstukken over homo's lopen slecht af. Ja. Homo's gaan dood. Worden ziek. Worden opgehangen. Hangen zichzelf op. Worden in een gracht gegooid. Worden gestenigd. En weet je waarom? Nou? Zodat de discriminerende hetero ook als het trekken komt. Ja. Hij zegt wel dat hij homo's aanvaardt, maar dat is niet zo. Hij aanvaardt ze alleen als het slecht met ze afloopt. Nou, dat vind ik heel simpel gedacht. Nou, ik geloof niet zo in de ruimdenkendheid van mensen. Nou, ik wel. Ik niet. Ik wel. Ik niet. Dus deze avond gaat over de liefde. De liefde. Eigenlijk moet je liefde voelen en er niet over praten. Ja, maar we kunnen moeilijk de hele avond gaan voelen. Nee, het gaat om het onuitgesprokene. Echte liefde, dat laat zich niet vangen in woorden. Ja, dat is waar. Maar ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Nee, je hoeft er niks op te zeggen. Maar ik dacht er alleen even aan. Droomde even weg. Kijk me eens aan. Het wordt toch niet klef, hè? Hey, als het echt is, dan kan er nooit klef worden. En het is echt. Ja. Het is echt. Ja, ik voel me er toch heel ongemakkelijk bij. Nee, weet je, in een klein gezelschap vind ik het al heel gênant als twee mensen met elkaar zoenen. Ik doe dat zelf ook nooit. Ik weet wel dat het theater is, maar ja, ik voel me er gewoon niet happy bij. Terwijl ik het wel meen, hè? Wat ben jij toch een twijfelkont, zeg. Wat? Man, ga toch eens in iets op. Durf eens te genieten. Je durft nog een... Je durft... Zo, ik even mee. Hallo. Dag, schatje. Nee hoor, je stoort niet. Nou, je stoort wel. Er ligt nog een bed. Ja, later, hè. Ja, eigenlijk lig ik weer in bed. Wel een zin om weer naar bed te gaan. Ja, in bed is het fijn toeven. Weet je dat dat de titel is van het toneelstuk waar ik nu in zit? Ja, op dit moment. Samen Giel. Ja, daarom kan ik het niet te lang maken. Is de ex waar die nu mee belt? Ik bel niet, hij belt. Moet je horen, sabbelkonijntje. Zal ik je anders nog even voor ik iemand sabbelkonijntje noem?
Hij zit gewoon te hijgen. Wat zeg je? Oh ja, wat fantastisch! Oh, gefeliciteerd! Ja, wat zou je blij zijn, zeg? Jij hebt er zo naar verlangd en dan ineens is het zover. Nou. Elke dag belt hij met die. Ja, ik hou niet. Nou, zo vaak heb ik je toch niet gesteund? Wat lief. Erg lief. Ja, zoiets zou mijn gilde nou zeggen. Maar ja. Ik ben niet jaloers. Nee, ik ben niet jaloers. Hey, wat lekker om je stem even te horen, joh. Ik ben wel verbaasd. Ja, je stem is zo... zo... ik weet het niet. Jouw stem gaat als een warme lavastroom door mijn hele lichaam heen. Nou, dat lijkt me nogal heet. Geen goede beeld. Mag er niet aan terugdenken, maar... soms denk ik er wel aan terug. Denk er mag altijd. We waren zo kwetsbaar. Zo naïef. Zo pril. Ik voelde me zo veilig. Zo beschermd. Nee, ik ben wel gelukkig. Ja, anders. Heel anders. Totaal anders. Ik moet nog wel eens terugdenken aan dat ene moment. Weet je nog? Ja, dat. Dat was zo bijzonder. Zo hemels. Zo totaal. Dat ene moment. En we hadden ons moment op hetzelfde moment. Ja, want vaak heeft de een op een ander moment een moment dan de ander. Maar wij hadden op dat moment tegelijkertijd ons moment. Oh. En dan die prachtige natuur. En die bedwelmende hitte. Ik hou me wel goed, ik weet niet hoe jij zou reageren. Zoiets maak je nooit meer. Maar Sabbelkonijtje, leuk dat je eventjes belde. Tot morgen. Wat Frans? Oh, ik had wel zo'n vermoeden. Hij is geslaagd voor zijn rijexamen. Oh, dus hij kan rijden? Nee, hij kon nog rijden, maar nog geen rijbewijs. En nu heeft hij dus ook zijn rijbewijs. Nou, dat is boffen. Wat klinkt je zuur? Is het toch leuk voor hem? Ja, is enorm leuk voor hem. Is echt een hoogtepunt voor hem. Echt zo'n mooi moment, dat maak je nooit meer mee. Nou, je reageert zo vreemd. Nou, daar ben ik me niet van bewust. Wil je liever niet dat ik met Frans bel? Dat moet je toch zelf weten? Frans is gewoon een vriend, daar mag ik toch wel mee bellen? Ja, maar natuurlijk mag je ermee bellen. Hè? Je mag er ook mee naar bed, je mag alles met hem. Je bent gewoon jaloers. Ja, merk je niet dat je ontzettend jaloers bent? Ik ben niet jaloers. Ik ben alleen verbaasd. Waarover dan? Man, zoals jij met je ex omgaat, het lijkt alsof het je ex helemaal niet is. Alsof je er nog steeds mee bent, dat begrijp ik niet. Oh, maak je maar geen zorgen. Ik hou van jou. Nou, en ik ben trouwens niet de enige hoor. Die zich over jouw gedrag verbaast. Ja, want wie is er nou vreemd bezig? Hij of ik? Ja, wijs maar. Nee, niet lachen, wijzen. Wat krijgen we nou? Je maakt me ineens een verdachte in een soort tribunaal. Jullie hebben ook maar snel je oordeelklauwen, vind ik. Zij zien wat ik voel. Ja, maar wat doe ik dan fout? Je bent veel te plakkerig met hem. Hè? Veel te intiem. We voelen gewoon dat er nog iets is tussen jullie. Nog wel. Jij in de zaal. Dan heb je ineens een goed contact met je publiek? Hè, wat dragen ze je op handen? Terwijl je weet dat ik altijd zo reageer. Bij iedereen. Bij mijn moeder ook. Ik ben nou eenmaal emotioneel. Ja, dat was ik even vergeten.
probeert gewoon mijn spontaniteit af te pakken. Bij je moeder reageer je heel anders. Normaal niet. Bel. Nou, dan bel ik haar, dan merk je het vanzelf. Ja, ik weet niet of dit zin heeft. Ja, maar dan wil je me niet begrijpen. Maar ik wil je wel begrijpen, maar je maakt het me te moeilijk. Ja, anderen vinden helemaal niet dat ik het zo moeilijk maak. Die begrijpen me meteen. Ik ben een open boek. Geef jezelf toch slecht? Ga mijn moeder bellen. Nou, ik weet niet of dit zin heeft. Adjan. Ja, dag mama, met Adjan. Ja, goed. Met jou ook? Ja, maar dat heb ik ook. Ik vergeet ook veel dingen. Veel meer dan toen ik nog thuis was. Ik denk er nog wel eens aan. Wat lief. Jouw stem gaat als een warme lavastroom door mijn veren. Als een warme lavastroom. Ik voel me rustig als ik die stem hoor. Het is voorbij en voorgoed voorbij, maar de herinnering blijft. Het was zo kwetsbaar, zo naïef, zo pril. Nee, ik ben wel gelukkig. Ja, anders. Heel anders. Totaal anders. Mama, weet je nog dat ene moment toen we samen... Au, goed moeder konijntje, dan bel ik je morgen wel. Zappenzoek. Ja, en? Dan ga je je zoon toch niet afkappen? Maar jij wou dus beweren dat dit eenzelfde soort gesprek was zoals je net met Frans ook had. Ja. Wel met dezelfde intentie in elk geval. Ik geef liefde. En daar schaam ik me niet voor. En ik kap niet met personen waar ik van hou. Ja, maar je weet wat er dan kan gebeuren, hè? Nou ja, dan kan je ineens weer meer van iemand gaan houden. Ook van een ex. En nog meer. En nog meer. En dan ineens... Ben je weer verliefd? Ja, het hoeft niet, maar het kan. En ik, stomme lul, zou dat dan niet in de gaten hebben? Dat ken je me toch slecht? Je kent jezelf slecht. Het wordt allemaal zo smoezelig op deze manier. Hè, het klinkt zo mooi en zo ruimdenkend. Hè, en dat je overloopt van liefde. Oh, en vooral dat niemand wil kappen. Oh nee, je denk aan. Het klinkt allemaal mooi. Maar de werkelijkheid is anders. In het dagelijks leven moet je beslissingen nemen. Moet je kappen. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Hoe pijnlijk en hoe moeilijk het ook kan zijn. Wees niet bang voor verdriet. Ga verdriet niet uit de weg. Soms is verdriet onvermijdelijk, maar je moet hard voor jezelf willen zijn om te kunnen overleven. Je moet willen kappen. Je moet schoon schip willen maken. Nou, anders kan je nooit of ze niet meer met een schone lijn begieten. Is dat zo? Ja, ik zal erover nadenken. Ik geef je geen hoop. Ja, maar slaat dat nou weer op? Het gaat er toch niet om of jij mij hoop geeft of ik jou hoop? We hebben gewoon een serieuze discussie over een serieus onderwerp. Ik geef je geen hoop. Sorry. Maar heb je gehoord wat ik gezegd heb? Ja, papa, ik heb gehoord wat je gezegd hebt. Lul. Jij kan zo onderwijzerachtig doen. Echt zo belerend. Je mag toch wel ouder zijn dan ik, maar je bent niet mijn vader, hoor. Maar slaat dat nou weer op. Ik zeg alleen maar hoe ik erover denk. Jij mag er anders over denken. Maar als jij mij hier afschildert als oude lul of niet naar me wil luisteren, dan vind ik dat idioot. En dat heb ik niet aan je verdiend. Zo bedoel ik het niet. Sorry. Ja. Nou, je weet in ieder geval hoe ik erover denk. Hè?
En als jij doorgaat zoals jij doorgaat, dan geef ik je geen hoop. Nou, dan geven we elkaar dus geen hoop. Terwijl dat juist de basis is van een relatie, hè? Dat je elkaar hoop geeft. Als je van elkaar houdt, geef je elkaar hoop. Is er nog hoop dat wij elkaar hoop geven? Hoop het wel. Het is eigenlijk een raar woord, hè? Hoop. Nou ja, kijk, als je het maar vaak genoeg achter elkaar zegt, dan verliest het gewoon zijn betekenis. Hoop. Ja, liefde verliest in elk geval nooit zijn betekenis. Wat was nou eigenlijk het moment dat jullie tegelijkertijd hetzelfde moment hadden? En? Houden wij van elkaar? Ja. Wij houden van elkaar. Fijn. Nou, proost. Proost. En waarom houden wij van elkaar? Omdat we allebei lief zijn. Maar ook echte mannen. Geen relnichten. Maar ik heb niks tegen relnichten. Nee, ik ook niet. Ah, ik ben wel blij dat ik het met een echte man doe. Maar in jou kan je het wel zien. Ja. Daar kan je helemaal niks zien. Aan jou kan je het wel zien. Loop maar eens een stukje. Ik kijk wel uit. Doe nou niet zo flauw, loop nou even een stukje, dan kan iedereen het zien. Nee, ik heb de hele avond al gelopen. Dus ze hebben het al lang kunnen zien, als dat te zien was. Loop nou even een stukje. Hé, wat ben jij toch een zindoordrammer? Ja, drammer. Wat een grappig woord, zindoordrammer. Nou, loop nou even een stukje. Nee, je kan het inderdaad niet aan jou zien. Maar je bent toch een echte man. Nou, bof ik even. Jij bent ook wel een echte man. Was het met Frans ook zo lekker in bed? Godverdomme, wat ben je daar nou weer over? Oh, wat ben jij toch jaloers? Jezus Christus. Man, ik schrik. Je hebt niet eens door... Het moet nou afgelopen zijn, hoor. Je hebt niet eens door dat ik een grapje maak. Oh, het is een grapje. Mag ik misschien weten wat er leuk aan is? Jij hebt geen gevoel voor humor. Nou, als dat humor is, dan is mijn reet ook humor. Nou, wie weet is het ook wel humor, hè? Wie zou het zeggen? Zo erg als je jaloers bent. Nee, maar ik ben niet jaloers. Ik mag toch wel weten wat er in je omgaat. Hoe je denkt, hoe je voelt. Ja, maar dan is het dus geen grapje. Nee, het is geen grapje. Maar waarom zeg je dat je grapjes maakt als je helemaal geen grapjes maakt? Wat vermoeiend. Wat ben jij vermoeiend? Ik zeg niet dat ik grapjes maak als ik geen grapjes maak. Dus ik ben niet vermoeiend. Oké. Dan heb ik het gedaan. Ja. Ik ben inderdaad jaloers. Weet je waarom? Omdat ik ontzettend bang ben om je kwijt te raken. Daarom. Begrijp je? Geen grapje? Nou, niet dat ik weet. Weet je waarom jij niet jaloers bent? Ja?
Omdat jij niet bang bent dat je mij kwijtraakt. Is dat zo? Ja, dan moet je niet aan mij vragen. Nee, ik vraag het niet aan jou. Vraag het aan mezelf. Nou, geef jezelf dan antwoord. Ja? Het is zo. Ik ben niet bang dat ik jou kwijtraak. En als ik je kwijtraak, mocht het gebeuren, dan heeft het zo moeten zijn. Ja, dan heb je zo weer een ander. Dit is dus dan weer zo'n opmerking waar de jaloezie van afdrijft. Waar zou ik nou zo weer een ander hebben? Dat weet ik niet, dat denk ik. Ach, waarom ben je toch zo onzeker? En waarom zo jaloers? Waarom geniet je niet gewoon van het moment? En waarom die angst voor de toekomst? Nou, laten we er maar over ophouden. Hier komen we toch niet uit. Nou, gezellig zo in bed. Ja. Was het met jouw ex eigenlijk ook zo gezellig in bed? Nou, laten we nou niet terugblikken, hè? Dan laten we vooruitkijken. Nee, nog een klein beetje terugblikken. En daarna gaan we vooruitkijken. Huh? Wat is het leuk met hem? Hoe heet hij ook alweer? Ralf. Nou, was wel ontspannen met hem. Anders. Nou, was wel lekker. Nou, moet je nog meer weten? Ja. Diepgaand. Ja, geestelijk. Heel heftig. Oh? Ja, dat je echt helemaal in elkaar opgaat. Zoiets heb ik daarna eigenlijk nooit meer meegemaakt. Zo intens, zo allesomvattend. Het was denken, geilen, één worden, uitspatten, inzinken, uittreden, huilen, lachen, kwijlen, neuken en troosten. Dat is heel wat. En dat 5 keer per nacht. Ja, ja. Wat? Ja. Wat? Ik heb geen zin meer. Nou, doe dan niet zo kinderachtig. Ik wil even alleen zijn. Ik weet niet meer wat waar en wat niet waar is. En ik hoef het er eigenlijk helemaal niet te weten. Ik wil even mezelf zijn. Even apart. Maar je hebt hier helemaal geen ruimte om even apart te zijn. Ik hoef het niet lang om mezelf te zijn. Maar wel even. Ja, anders ga je daar even staan, in die hoek. Daar kan je even apart zijn, maar dan ben je nog wel zichtbaar. Ik kan het even niet aan. Huh. Nou, of je gaat even in de zaal zitten. Is dat een ja, dat weet ik niet, maar daar kom ik wel uit. Is er nog plaats? Maar is dat toch niet raar als ik alleen in de zaal ga zitten? Ja, misschien, maar misschien ook niet. Je kan het in elk geval proberen. Bij die mevrouw is nog plaats. Alles maar even. Ja, precies. Laat ik je nou niet in de steen. Nee, weet je, misschien is het ook wel goed om even uit elkaar te zijn. Ja, het is niet alleen de... Nou, lichamelijke aanwezigheid, maar ook de geestelijke. Nou, zo zie ik je weer eens anders. Heb je het niet koud? Nee, dat gaat goed. Oh. Ja, wat zal ik nou eens gaan doen? Nou ja, het moet in ieder geval met de avond te maken hebben, anders is dit een verstorend element. Deze avond gaat over liefde en jaloezie. Een avond van twee jeugdige mannen. Ben ik nog wel jeugdig?
Doet het ertoe of ik nog een jeugdige man ben? Nee. Het gaat om de liefde. De liefde. Man, het is hartstikke moeilijk om in je eentje iets over de liefde te doen. Ja. Nou ja. Nou ja, ik kan natuurlijk. Nou, dat had ik nooit verwacht dat ik dat nog eens een keer zou kunnen doen. Ik kan natuurlijk liefde op het eerste gezicht gaan presenteren. Gijs! Gijs van het gelicht en het geluid, mag de zaallicht er even aan? Dan haal ik zo drie mannen uit de zaal en drie vrouwen. Oh, dat is dat. Gijs, heb jij toevallig de tune? Heb jij die? Ja. Dat meen je niet. Nou, wil jij hem instarten als ik ja zeg? Ja! Hey, ja, dames en heren, een hele goede avond. Hartelijk welkom live hier vanuit Studio 4, waar wij weer gaan beginnen met een nieuwe aflevering van Liefde op het eerste gezicht. Ik ben natuurlijk niet alleen gekomen, er zijn ook dames en heren. Ik zou willen vragen, geef ze een heel groot... Het gaat alweer. Zal ik weer terugkomen? Ja, weer goed. Het gaat weer goed. Zo, maar nee. Doe ik dat liefde op het eerste gezicht voor een andere keer, dat is dan belangrijk, hè? Nou, zoiets verleer je toch niet, hè? Dat is toch wel even fijn, zo bij die dames. Ja, maar wel kort. Voor mij wel iets langer nog mogen blijven. Het is wel een leuk gezicht van mij te zo. Oh ja? Ook dat bed? Ja. Alleen verwacht je dat er veel meer gaat gebeuren. Huh? Ja, ik weet dat als je in de zaal zit dat je enorme verwachtingen hebt. Dat er wild geneukt gaat worden. Nou, dan moet je wel heel goed toneel kunnen spelen om dat geloofwaardig uit te beelden. Hoezo? Dat kan iedereen toch uitbeelden? Dat is gewoon een kwestie van doen. Ja, thuis. Maar niet hier in een zaal met publiek erbij. Publiek erbuiten, Michiel, dat is iets tussen ons. Nee, het zou ordinair zijn als we je zouden neuken of pijpen. Het zou al ordinair zijn als we dit zonder broek zouden spelen. Maar waarom ordinair? Het is toch juist heel natuurlijk? En we willen juist zuiverheid uitstralen. Nou ja, ik wil gewoon een leuke avond brengen. Ja, naakt is in ieder geval niet ordinair. Ja, maar in dit geval wel. Nou, dan wil ik dat zien ook. Met je broeken zijn? Geen ding aan. Daar hou ik erover op. Maar ik wil het nu weten. Ja, hallo, waarom moet ik mijn broek uittrekken? Want jij zegt dat naakt ordinair is. Ja, hier op het toneel met publiek erbij, thuis niet. Hier ook niet, op toneel ook niet. Er zijn heel veel toneelstukken waar mensen naakt spelen. Nee. Dan zijn het momenten dat ze naakt zijn, de hele voorstelling. Dit gaat allemaal veel te lang op. Want ik wil het nu weten. En dan zou ook. Oh, nou zijn ze er in één keer wel. Hè? Als het je uitkomt, dan zijn ze er in één keer wel. Hoe langer je wacht, hoe erger het wordt. Ja, het is inderdaad ordinair. Nou, dat zei ik toch. Ik wist niet dat jij zo ordinair was. Ik niet. De situatie. Toch gek? Thuis leidt het niet af, maar je leidt het wel af. Ja, maar dat bedoel ik. Kijk, weet je, ik zou dit stuk best naakt willen spelen. Maar het leidt zo af van de tekst. En bovendien is de suggestie vaak erotischer dan de letterlijke daad. Nou, laten wij dan eens een... lekkere suggestie doen. Toch meer van praten.
Nou, waar zitten we dan? Nou, wat is spel en wat is echt? Ik wil toch nog even weten. Als het zo fijn was met jouw ex, waarom ben je dan bij hem weggegaan? Gaan we daar nou weer over praten? Waarom ben je niet meer met hem? Nou ja, wat ik al zei, weet je, het was wel ontspannen met hem. Wel lekker zo'n hele nacht, maar op een gegeven moment begrepen we elkaar niet meer. En wij begrijpen elkaar wel. En ook al ben ik jaloers, en jij niet, of ben je ook een beetje jaloers, lief scharrelkipje? Geen scharrelkipje, dat vind ik zo kinderachtig. Scharrelkonijntje. Hey. Nee hoor, dat lijkt op sappelkonijntje. Oh, ja. Troostmarmotje. Troostmarmotje? Wat is dat nou? Nou, een lieve naam. Voor een lieve jongen. Oké. Okay. Troostmarmotje dan. En misschien is dat troostmarmotje ook wel jaloers. Dat zou wel fijn zijn. Dan zijn we in ieder geval weer in evenwicht. Waarom hou je eigenlijk van mij? Hoe kom je daar nou in één keer op? Zomaar? Dat wil ik wel eens weten. Gaan we nou de diepte in? Nou, is misschien wel goed. Waarom hou ik van je? Waarom wil je het weten? Omdat ik onzeker ben. Ik weet eigenlijk niet waarom ik van je hou. Ik probeer dan daar eens achter te komen. Ik weet niet of ik zin heb om daarachter te komen. Ik wil het graag weten. Waarom hou je van mij? Dat weet ik wel. Je hebt iets ontwapend, maar ook iets krachtigs en iets geils. En je bent de zoon van een slager, dat vind ik ook leuk. Ja, Tom Lanois, de schrijver, is ook de zoon van een slager. Een slagerszoon hebben iets kwetsbaars, maar ook iets vleeselijks. Je bent toch niet de eerste slagerszoon waar ik mee ben? Nee, dat zal wel niet. Er zal worden tientallen slagerszonen geneukt zijn. Ben je jaloers? Nee, geïnteresseerd. Wel door één. Een hele mooie. Een hele kwetsbare. Dat is voor Frans. Hij had extreem blauwe ogen. Het is toch verliefd op hem was, maar anders had ik bang voor hem geweest. Zo prima. En een heel strak slagersjongens lichaam. Met veel vlees, lekker vlees, mals vlees en gespierd waar het gespierd hoort te zijn. Yeah. Oh, en een prachtige slagersjongens kont. Gewoon echt kunst. Gewoon. Een levend beeld van Michelangelo. Weet je, zo mooi van vorm en zo robuust. Hoe wist je dat het de zoon was van een slager? Dat zie je toch? Waarom zie je dat dan? Aan de winkel. Als je bij hem thuis kwam, moest je door de winkel. Oh, hij woonde nog thuis. Nee, thuis bij zijn ouders. Ik ben eens bij zijn ouders geweest, in Ermelo. Maar hij woont op zichzelf, ook in Ermelo. Op de Veluwe? Ja. Ja, ze had een kleine winkel in een klein huis. En zijn moeder was heel groot en had een luide stem. En zijn vader was heel schriel, fluisteraars.
Heel mooi contrast was het. Nou, en zijn moeder had een meer doorleefde slagerskop dan zijn vader. Hoe ziet een slagerskop eruit? Ja, hoe ziet een slagerskop eruit? Goeie vraag. Ja, dat zat in elk geval niet de kop van een schoonheidsspecialist, laat ik het zo zeggen. Ga verder. We waren aardige mensen. Alleen zijn moeder kon onverwacht in huilen uitbarsten. Heb ik wel eens meegemaakt. In een volle slagerij. Vroeg er iemand een onsje rookworst. En dan zei zij, dat hebben we niet meer. En dan begon ze meteen te huilen. Ja. Zielig, hè? En dan... Dan bonkte ze met haar hoofd op de toonbank. Ja, heel ongecontroleerd. Hebben we niet meer. En de mensen in de winkel, die wisten niet wat ze ermee aan moesten. Zo'n grote slagersvrouw die angst al jaren gaat huilen. Hoe lang duurde dat huilen dan? 5 minuutjes misschien. Maar dat leek veel langer. En zijn vader werd ook kwaad. Dan niet meteen, maar na een tijdje wel. En zijn vader begon zijn vrouw dan te slaan. Nee. In een volle winkel. Ja. Ja, als kind werd hij ook geslagen als hij huilde. En als kind stopte hij dan. En dan wilde dat zijn vrouw dat ook deed. Maar ja, die ging nog harder huilen. En dat vonden de mensen heel normaal. Ja. Ja, sommige mensen probeerden de slagersvrouw te beschermen. Hè. Die probeerden een mannetje toon te houden. Maar ja, die was enorm sterk. Dus die sloeg gewoon door. En de mensen bleven gewoon in de winkel. Ja, raar, hè? Huh? Achteraf. Ja, weet je wat het was? Het was van die man ook wanhoop. Hij wist niet wat hij ermee aan moest. Ik bedoel, de een krijgt een epileptische aanval waar hij geen controle over heeft. En de andere is een verschrikkelijke helpbuil. Ik heb het een paar keer meegemaakt. En als het te lang duurde, dat heb ik 1 keer gezien. Dan duwde de vader een prop in de mond van zijn moeder, sleepte die eraan de benen naar achter en dan ging de verkoop gewoon weer door. En dat vond iedereen heel normaal. Ja, vreemd, hè? Ja, dat heeft denk ik iets met geloof te maken. Ja, Ermelo is een heel goed vrezend dorp. Ja, en er waren eigenlijk maar 2 personen waar het dorp ontzag voor had. De dominee. En de slager. Hoe was die slagersjongen eigenlijk in bed? Wat is dat dan nou wel? Nou ja, moest ik in 1 keer aan denken. Weet je, als zijn ouders al zo vreemd waren, zal hij zelf ook wel een tik van de molen hebben gekregen. En deze avond gaat het over liefde en bed. Dus. Dat is eigenlijk wel normaal. Hij had alleen een verschrikkelijk matras. Het raar is dat dat ook de reden is geweest dat ik het heb uitgemaakt. Ja, hij had een verenmatras. Springverenmatras. Maar die veren, die voelde je dus zo in je rug prima. En helemaal als hij op me lag, oh, dan verging ik van de pijn. Na 1 nacht was ik gewoon zwaar gewond. Ik stond op met een open rug. Ja, maar dan kon hij toch ook bij jou blijven slapen? Ja, dat gebeurde ook wel. Maar bij mij was het principe kwestie. Als hij ziet dat ik zwaar gewond uit een neuknacht tevoorschijn kom, hoort hij zich zorgen te maken en maatregelen te treffen. Ja. Nou ja, het kan natuurlijk ook komen door de slagerij. Hè? Nou, daar is hij gewend om te werken met rauw vlees. Dat wint hem op. Of was het een masochist? Nee, het is egocentrisch. Het interesseert me gewoon helemaal niet wat er in me omging. Maar masochistisch. Misschien was hij wel sadistisch. Huh? Sadist. Hm. En dat ben jij niet. Nee, maar dat kan nog komen. Heb jij wel eens iets met een sadist gehad? Nee. Nee, niet dat ik weet. Nee, eerder het tegenovergestelde. Ja, masochist. Maar dat was jij dat het is. Nee, niet masochist. Nee, eerder iemand die
te lief was. Die de hele dag lief was. Echt zo verschrikkelijk lief, dat je er beroerd van werd. Dat je gewoon de neiging kreeg om de hele boel kort en klein te slaan. Echt iemand met een onmenselijk begrip, het ging je gewoon duizelen. Hoe lang is dat geleden? Een jaar of 10. Maar dat is wel een hele aardige jongen. Hij werkte in de thuiszorg. Dat deed hij hartstikke goed hoor. Alleen thuis ging hij door met thuiszorg. Zet je goed? Wil je nog wat eten? Wil je wat drinken? Zal ik hem op Bertie zetten? Zal ik hem op VTM zetten? Zal ik je kussie even opschudden? Wil je nog baa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 
ik werd dan kwaad. En dan begon hij te huilen? Ja. Ja, maar niet zoals jouw slagersvrouw. Nee, het was meer snikken. Ja, van dat ingehouden snikken. Ja, dan voelde ik me lullig en schuldig. Vroeg hij aan mij, als hij uitgesnotterd was, wat hij dan fout deed. Dan wilde ik zeggen, alles. Je doet alles fout. Maar ja, dan zei ik maar dat hij te goed voor me was. Dan zei hij dat ik het waard was en dat hij nog nooit zo van iemand gehouden had. Te erg. Ja, het is soms erger als iemand heel veel van je houdt dan iemand niet van je houdt. Je kan ook nooit ruzie maken, weet je. Je wordt, wat ik zei, bang en duizelig. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, toch nog wel een jaar. En hoe heb je het uitgemaakt? Kerst 2001. Ja, ik dacht of ik til het over de kerstdagen heen en de feestdagen. Maar ja, dan zal hij gedacht hebben dat ik al die feestdagen mooi weer gespeeld had. Dus ik deed het de week daarvoor. Ja, toen was hij boos dat ik al zijn feestdagen verpest had. Dat was wel een mooi moment. Voor mij dat ik zei dat onze relatie geen zin meer had. Weet je, we waren op vakantie. Canarische eilanden. En hij hield nogal van cruisen in de duinen. En ik niet. En hij... Jij toch ook? Nou, toen niet. En nu ook niet. Maar hij dus wel. Nou, luister, we waren een hele groep vrienden. En ook een hele goede vriend van ons. Van mij. Nou, ik vond dat hij met iedereen mocht doen. Behalve met die vriend. Nou, en op een middag, ik had gehad. Weet je, ik wilde terug, de hele dag op het strand. Ik wilde terug naar onze bungalow. Nou, ik kon zoeken. En na een tijdje kom ik hem tegen met die vriend. Nou, op dezelfde avond, een week voor kerst, heb ik er een punt achter gezet. Vind ik toch raar, van zo'n lieve jongen. We gingen niet van je beste vriend uit. Joh, dat weet ik niet eens meer. Nou, weet je, er knapt iets in mij. Ik wilde eigenlijk geen van beide meer zien. Nou, heb je ze al wel eens gezien? Nee. Raar eigenlijk, hè? Nee, want ik vind eigenlijk dat je normalerwijze niet te snel moet kappen. Weet je, ik ben meer voor begrip dan voor verbittering. Meer voor vergeven dan voor haat. Nou, dat vind ik mooie gedachten. Dus daar denk ik er eigenlijk ook wel over. Nooit zinloos kappen. Zal ik Frans morgen te eten vragen? Eigenlijk zou het gewoon vaker moeten doen. Durven doen. En gewoon lekker in bed blijven en de buitenwereld buiten laten. Even een dag geen nieuws, geen krant, geen tv. De dag van de binnenwereld. De dag van het bed.
Dat zou wel mooi zijn, hè? Ja, je hebt vaderdag, morgen je moederdag, dag van de arbeid, dag van de zorg. Nou, dat komt dan gewoon bij de dag van bed. Heel Nederland en België in bed. Dag van vertrouwen. Dag van troost. Troost? Nou ga je weer iets te ver. Een lekker bed kan troost geven. Vooral 's ochtends. Als de nacht achter de rug is en het bed naar herinnering geurt van liefde, hunkering en op hol geslagen drift. Zo, wat zeg ik je Nina? Zeg dat nog eens. Het bed dat naar herinnering geurt van liefde, hunkering, wat op hol geslagen drift. Kun je er geen gedicht van maken? Nee joh, kan niet dichten. Nee, probeer het. In deze ochtend, na de nacht, het bed dat naar herinnering geurt. Liefde, hunkering, op hol geslagen drift. Ben jij waar de noorderzon blijft stralen? Je komt niet terug. De weg is afgezet. Het bed, eens vol bloeiende rozen, is gestorven met afgeblazen zweet. In deze ochtend, na de nacht, troost het zwaar bevlekte laken. De naar liefde hunkerende slagersjongen. Ja. Nou, ik moet dit even allemaal verwerken, maar ik denk dat er wel een toekomst voor je ligt. Nou, dat zien we wel. Ik kom in ieder geval wel op mijn gemak. Ja. Ik vind wel dat er een sfeer van vertrouwen is. Ja, dat heb ik ook. Maar daar hangt een goede sfeer. Een sfeer om een bekentenis te doen. Hoe ga je gang? Ja, ik weet alleen niet wat. Maar ik ben wel in de stemming. Hè? De sfeer is er wel naar. Om bekentenissen te doen. Enorme bekentenissen. Ja, wat voor dan? Op welk gebied? Ja, dat weet ik niet, maar ik ben enorm in de stemming. Een enorme zin. Geen seks, hè? Niet op seksgebied. Nou, waarom niet? Ja, weet ik niet. Het is jouw bekentenis. Nee, ik heb zin om jou iets te vertellen wat je nog niet weet. Nou, je maakt me nieuwsgierig. Een bekentenis waarvoor je eerst schrikt en daarna denkt, wow, het zal wel. Dat je bijvoorbeeld wel eens een hond hebt doodgemaakt. Nee man, ik ga toch geen hond doodmaken? Nee, dat zou ik nooit nee, doen. Nee, of een poes. Ik heb wel eens een poes doodgemaakt. Zelfs meerdere. Ik heb wel eens poesjes verdronken. Zou ik dat bekennen? Ja? Ga je gang? Ik schrik nu al. We hadden bij ons thuis in de slagerij een hele lieve moederpoes. Sletje 2. Sletje 1 was onder een vrachtwagen gekomen en op slag dood althans, dat denken we. Ja, sletje 2 wierp een nest vol kleine lieve poesjes. Leuke naam voor een poes. Sletje. Nou, hallo, het was ook een slet.
Ze pakte met iedereen aan in de straat, hè? Echt, iedereen was welkom in de slettenkutje. Maar goed, dat doet hij niet toe. Wat een nest vol kleine lieve poesjes. Dan komt mijn moeder helemaal niet aan. Ze zei een buurvrouw van ons tegen mij dat ik die poesjes in een emmer onder water moest houden en dat mijn moeder dan heel blij zou zijn. Hoe oud was je toen? 5. 6. Heel jong. En dat deed jou? Ja, om mijn moeder te helpen. Alle poesjes. 5 waren het er. Was afschuwelijk. Dan duw je ze 1 voor 1 in een emmer, onder water. En dan voel je ze eerst spartelen. En daarna houdt het op. En dan zakt het leven weg. Oh. Je zit er nog steeds mee, hè? Was je moeder blij? Mijn moeder was altijd overspannen. En mijn vader was altijd aan het werken in de slagerij. Mijn moeder moest in een eentje voor 6 kinderen zorgen. Dat kon ze helemaal niet aan. Maar was ze blij dat je die poesjes had doodgemaakt? Nee. Nee, ze was kwaad. Nee, ze had al adresjes voor alle poesjes. Maar ze heeft 1 week niet tegen me gesproken. Ach, maar dat is toch dubbel lullig. Ja. En als je 5 bent, dan, ja, dan lijkt 1 week wel 1 jaar. Nou ja, het is misschien onbelangrijk, maar ja, het blijft je wel bij. En ik denk toch dat ik vanaf dat moment een soort schuldgevoel heb gekregen. Een basisschuldgevoel. Is dat zo? Ja, gewoon een stuk minder spontaan, argwanender. Nou, ik vind jou wel behoorlijk spontaan. Nou ja, maar ik heb wel last van een permanente wezen schuldgevoel. Een schuldgevoel dat constant op de loer ligt. Hè? Op kan duiken, aan kan bellen en je lastig kan vallen. Het is nogal wat. En dat komt allemaal door sletje 2. Ja. Ja, of zou het onzin zijn? Ja. Ja, dat denk ik al. Nou ja, ik kan er in ieder geval nog steeds moeilijk over praten. Blijf je wel bij. Ja, dat merk ik. Ik ga jou sletje 3 noemen. Nou, klinkt leuker dan sabbelkonijntje. Je bent ook leuker, sabbelkonijn. Doe jij nou eens een bekentenis? Nee. Nee, ik heb geen zin om een bekentenis te doen. Nou, ik heb wel zin om naar een bekentenis van jou te luisteren. Een hele schokkende, eentje waar mijn oren van gaan toeteren. Ja. Nee, maar ik heb daar geen zin in. En ik kan het bepalen, want ik moet het vertellen. Doe nou niet zo flauw. Ik heb je net ook mijn geheim verteld. Ja, maar het is niet een avond van gelijk oversteken. Bij mij gaat het wel verder. Bij jou is het een afgerond verhaal. Je hebt 6 jonge poesjes verdronken. Nee, 5. Nou, 5 dan. Maakt het niet minder erg. Maar als iets al erg is, dan kun je maar beter aan de waarheid houden. Ja, maar bij jou is het dus een afgerond verhaal en bij mij niet. En als ik ga beginnen met vertellen, dan weet ik niet of ik nog wel kan stoppen. En als er geen publiek bij is, dan is dat niet zo erg. Want dan hebben we alle tijd. Maar nu, op dit moment, vind ik het er eens kan. Hey, nou betrek je zelf weer het publiek erbij. He? Als ik het doe, dan word je woedend. Maar je houdt er zelf wel rekening mee. Moet je niks van het publiek aantrekken? Maar je mag wel rekening mee houden. Nou ja, net zei ik precies het tegenovergestelde, maar goed, doet u niet toe. Ik vind het ontstellend kinderachtig. En arrogant. En lullig naar mij toe. Ik stel me hier kwetsbaar op en jij gaat hier een beetje mooi weer zitten spelen. Maar kan nou niet erger dan het al is. En tot nu toe hebben we een fijne avond. Laat het zo houden.
Ik wil het gewoon weten. En daarna houden we erover op. Daarna sluiten we onze slaapkamergordijnen. Ja. Oké, dan. Ben misbruikt vroeger. En dat is alles. Dat is me nogal wat. Door wie dan? Ja, dat zeg ik niet. Het wordt zo te geld zitten in de zaal. Oh, het is een hij. Ja, wat dacht jij dan? Nou ja, het had toch ook een zij kunnen zijn, hè? Moeders en buurvrouwtjes misbruiken ook aan de lopende band. Wil je dit onderwerp niet belachelijk maken? Ik maak het niet belachelijk. Het is toch een heel bekend verschijnsel. Je hoort het aan ze en leest het aan ze elke dag. Nou, een buurman en zijn vrouw, samen. En hoe oud was je toen? 16. En dat is één keer gebeurd? Het heeft een jaar geduurd. Elke week. En hoe ontstond dat dan? En ik heb geen zin om erover te praten. Ja, maar je bent nou net begonnen. Je ging daar op bezoek, of niet? Ja. Het waren wijze mensen. Ze waren ook lief, hartstochtelijk. Meer dan mijn ouders. Bij hen voelde ik me echt mens. Had ik zelfvertrouwen. Ze waren ook lichamelijker, warmer. Mijn ouders waren een beetje gefrustreerd, dus ik vond dat wel lekker om naar de buren toe te gaan. Toen een keer niet eens moest komen. Ik zat op de bank, hij en ik. Hij zette een film op, The Blue Lagoon, geloof ik. En ineens sloeg hij zijn arm om me heen en drukte me tegen zich aan en hij mompelde iets van gezellig, hè. Het rare dat ik voelde dat er wat ging gebeuren. En dat ik bang was. Maar ook enorme zin had. Waar was zij? In de keuken. Aan het koken. Wat seksistisch? Het was zo. En toen? Ja, wat toen? Ja, dat weet ik niet. Hij schoof zijn arm naar beneden en kwam op mijn bovenbeen terecht. Nee, zijn hand neem ik aan. Niet zijn arm. Ik voelde zijn hand op mijn dij. Was het voor het eerst in je leven dat je een hand op je dij voelde? Wel op die manier. En wat deed je? Ik duwde zijn hand niet weg. Ik hoopte dat hij dichterbij zou komen. Nou, dichterbij wat? Dan moet je toch eens ophouden om met mij steeds belachelijk te maken. Ja, anders hou ik ermee op. Weet je, ik vind het toch wel erg genoeg. Maar ik maak je niet belachelijk. Ik maak je verhaal, je ervaring toegankelijk. Ik maak je minder kwetsbaar. Zijn hand schoof naar mijn kruis. Daar bleef hij liggen. Nou ja, ik wil je niet afvallen hoor, maar dat klinkt niet. Een hand die blijft liggen. Een warme hand. Dat klinkt al beter. En ik werd zenuwachtig. Maar ook opgewonden, regel? Nee, regel is niet het juiste woord. Omdat het de eerste keer is. En regel is te plat. Dit was veel omvattender. Ik voelde mijn lul zich gereed maken. Nou, wacht even, John. En ineens ging het heel snel. Boog zich voorover en deed mijn grop open. Ging me pijpen. Voor het eerst dat ik dat meemaakte. Een raar gevoel. Heel ruim en vochtig. Nou, wacht even. Misschien moet je de details ook achterwege laten. Ineens kwam de buurvrouw uit de keuken. Ik schrok even. Ze keek verbaasd.
deed dat ze verbaasd keek. En meteen daarna ging ze naast ons zitten en meedoen. Het was zo verwarrend. Het was verschrikkelijk. Angstaanjagend. En eigenlijk ook hartstikke leuk. Ja, nou ga je in één keer wel heel snel. Ja, ik zal toch geen details vertellen? Dat zei je zelf net ook. Geen details. Het is zo goedkoop en zo sensatiegericht. Ja, maar wat vond je er dan leuk aan? Ja, het is zo leuk als seks. Dat je er helemaal aan opgaat. Maar vooral als het de eerste keer is. En je schrikt ook. De buurvrouw ging ineens op me zitten. En dan zie je zo'n kolossale kont naar haar. Dat was wel even wennen. Zo werd ik wel een beetje misselijk. Nou ja, je leeft toch in een soort roes. En verder waren ze heel voorzichtig met me. Hij vroeg steeds of ik het wel leuk vond. Ook nadat hij me geneukt had. Ja, maar nou moet je echt ophouden. Straks gaan zij dat thuis ook doen. En hoe oud is hij? Een jaar of 30, denk ik. Zij ook zoiets. En jij 16. Wel een leeftijdsverschil. Deed hij het met condoom? Ja, tuurlijk. Ja. Het was verschrikkelijk. En fantastisch. Ja, toen was het klaar. Oh, jullie waren klaargekomen. Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik eigenlijk. Nou, sorry hoor. Je weet toch wel of je klaargekomen bent of niet als je voor het eerst met iemand neukt? Als ik dan zeg dat ik dat niet meer weet, dan moet je me toch geloven? Ik begrijp die opwinding van jou niet. Ik wist me ook helemaal niet op. Ja, weet je wel op. Dat doe je altijd. Gisteren ook in het restaurant. Maar ja, daar hebben we het over gehad. Je weet je altijd op. Het is niet erg, maar wel een feit. Toen vroegen ze of ik het thuis niet wilde vertellen. En een week later wilde terugkomen. Ja, maar dat is dan moeilijk. Ik heb het thuis niet verteld. Ik ben een week later teruggekomen. Dat heeft maanden geduurd. En toen ineens gingen ze verhuizen. In al die tijd heb je niets tegen je ouders gezegd? Nee. Nee, nog steeds niet. Maar waarom niet? Schiet ik daarna mee op? Dat heeft toch helemaal geen zin. Ja, nou moet je alles alleen verwerken. Al niet zoveel te verwerken. Je zei net dat je er liever niet over wilde praten omdat je anders te bang was dat er te veel emotie boven zou komen. Ja, dat valt dus eigenlijk wel mee. Daar mag ik eigenlijk wel mee dat ik erover kan praten. Het is eigenlijk wel een opluchting. Zo, nou zijn we klaar, hè? Jij hebt iets vreemds op je 6e gedaan en ik op mijn 16e. En we trekken geen conclusies. Wat heerlijk om een avond geen conclusies te hoeven trekken. Ja, we moeten het eigenlijk gaan afronden. Ik heb nog helemaal geen zin om af te ronden. Zullen we nog even doorgaan? Nou, ik heb ook wel weer zin om te gaan slapen. Hé, maar zie je nou dat deze avond heel anders eindigt dan gisteren? Toch niet? Wel, gisteren. Gisteren eindigen we met een heftige vrijpartij. Verschrikkelijk gewoon. En nu? Ja, nu eindigen we droog. Dat herinner ik me helemaal niet van gisteren. Zeker verdrongen. Ik vind dit een mooie eind. Ja, het is anders. Dag mama. Als een warme lavastroom. Nee, dat bedoel ik. Nee, natuurlijk ben je geen oude vulkaan. Dat bedoel ik als heel positief. Nou, moederkonijntje, haal me maar niet. Ik kom morgen naar je toe, voor moederdag. Ik doe dat ik juist heel positief. Thank you.
Ze had het een beetje verkeerd op. Ja, het was ook een vreemd gesprek. Zoals het gesprek met Frans ook vreemd was. Zullen we het daar nou maar niet meer over hebben? Nee. Nee, we gaan niet opnieuw beginnen. Maar wat heerlijk eigenlijk, hè, dat er geen moraal zit in deze avond. Dat het echt nergens naartoe gaat. Dat vind ik bevrijdend. Nou, ik vind de moraal het toneelstuk wel fijn. Nee, ik wil wel stof tot nadenken, me verdiepen. Verdiepen kun je op elk moment, waar dan ook. Nou ja, misschien zou dat dan toch vaker moeten doen. Ja, ik heb nog genoeg te vertellen. Zouden we de titel eigenlijk waar hebben gemaakt? He? In bed is het fijn toeven. Zou het publiek doorhebben wat de opzet van deze avond was? Begin je nou weer over het publiek? Natuurlijk begrijpen ze dat. En als ze het niet begrijpen, dan begrijpen ze het maar niet. Het gaat om ons. Weet je wat? We gaan lekker tegen elkaar aan liggen. Gaan zo de lampen uit. Kunnen de mensen naar het theatercafé om nog wat na te praten. En komen wij er straks ook. Wat een romantisch slot. Je slaapt echt, hè?